President Desi Bouterse heeft gisteren op het presidentieel paleis een delegatie van de VHP onder leiding van voorzitter Chandrika Persat Santokyo ontvangen. De ontmoeting was in het kader van het bezoek dat de VHP-topman onlangs bracht aan Nederland. Daar heeft Santokyo met een aantal Nederlandse politici van gedachten gewisseld over actuele nationale en internationale onderwerpen. Ook met vooraanstaande personen en organisaties die actief zijn in het Surinaamse diasporaveld zijn diepgaande gesprekken gevoerd. Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen zijn de diverse vormen van samenwerking en steunverlening, met name in de medische sector in ons land. Santokyo bracht verder ook een kort bezoek aan New Delhi, India, waar met regeringsfunctionarissen een overleg is gevoerd over meerdere gemeenschappelijke samenwerkings- en ontwikkelingskwesties. President Bouterse heeft aangegeven de inspanningen van de VHP-voorzitter te waarderen en gaf de garantie dat de informatie verder gedeeld zal worden met de Raad van Ministers. Er zal worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn om op regeringsniveau zaken verder te begeleiden en te organiseren. De regering juicht alle initiatieven van personen en organisaties toe die bereid zijn om indachtig de oproep van de president een bijdrage te leveren aan het aandragen van oplossingsmodellen ter verlichting van de huidige economische situatie in ons land.